Binnen de wallen van het fort De Bilt bij Utrecht werden in de donkerste jaren van de bezetting tientallen verzetstrijders gefusilleerd. Thans zijn nabestaanden hier bijeengekomen voor de onthulling van een monument dat voor altijd de herinnering levend zal houden aan hen die hier voor het vuurpeloton vielen. De korte plechtigheid wordt besloten met een bloemlegging door de verwanten aan de voet van het monument, dat vervaardigd werd door de beeldhouwer Jongbloed.